Ja, ik vind het altijd wel heel mooi om hier in Hongarije te rijden. De laatste wereldbeker. En dan is het een goed gevoel als je hem natuurlijk winnend kunt afsluiten. Maar het is super om voor eigen publiek te kunnen rijden. Ik heb hele goede herinneringen hier. Na mijn wereldtitel natuurlijk. Maar dan kom je ook graag terug voor de wereldbeker. De wedstrijd begint. Onbedreigd jij aan de leiding. Dan iedere keer, rondje na rondje, als je over de finish komt, zie je die ambulance staan met de wetenschap dat je landgenoot Sophie de Boer op het asfalt ligt. Wat kreeg je daarvan mee? Nou ja, ik heb de valpartij gehoord in de stad natuurlijk. Je hoort het gekletter achter je en dan hoop je dat het meevalt. Maar bij de eerste doorkomst zag ik natuurlijk heel veel volk en nog twee renners liggen. Ja, toen wist ik nog niet wie, maar ja, dat maakt ook niet uit. Dan is het belangrijkste dat zij goede zorg krijgen. Wij konden er langs en ik kan er op dat moment niks aan doen. Dus ik heb eigenlijk geprobeerd niet te kijken, niet te veel van aan te trekken. Bewust niet? Ja, je schrikt er toch ontzettend van natuurlijk. Maar ik zeg al, ik kon er niks aan doen. Goed, de wedstrijd gaat verder. Ik zie jou technisch bezig in modderstukken. En dan denk ik, jij bent beter dan ooit. Technisch gezien ook. Ja, maar als je je goed voelt, dan kun je natuurlijk technisch ook wel wat meer. Omdat het, ja, ik had iets overschot en dan ga je minder fouten maken. Dus je rijdt minder op de limiet. En dat is wel heel mooi. Want daardoor kan ik ook nog van extra bijleren. En zeker op zo'n rondje. Ik heb nog nooit zo goed hier rond kunnen rijden. Ja, dus conclusie, je bent in de vorm van je leven. Ja zeker. Ik heb heel goed wegseizoen gedraaid en die basis meegenomen naar het crossseizoen. Nou ja, dan is het echt een seizoen om van te dromen. 15 uit 16. Geweldig. Gaat het nou volgende week ook zo? Dat jij gewoon met afstand de beste bent in de race van het jaar? Nou, volgende week is het weer totaal wel anders. En natuurlijk ga ik met heel veel vertrouwen er naartoe. En is het de laatste weken erg goed gegaan. Maar die stroken zand is totaal wat anders. En dan merk je toch vaak dat er weer andere kwaliteiten gevraagd worden. En we gaan het wel zien, hè? Ja, we gaan het zien. Maar ja, als jij de afstand bekijkt waarmee je wint, de hegemonie die jij nu momenteel over je hebt, dan kan het toch eigenlijk niet anders? Nou goed, het moet eerst nog gereden worden. Ik moet fit blijven, ik moet vooral geen gekke dingen doen deze week. En dan is het gewoon volgende week in vol koers. Iedereen is op en top gemotiveerd voor een WK. En dan merk je dat iedereen toch een paar procenten beter is dan het hele seizoen. Dus het is nog niet gestreden en ik moet nog zeker aan de bak. Ja, en dan in het achterhoofd dat je maar één wedstrijd verloren hebt. En die was juist die kokzijde. Ja, inderdaad. Dat was mijn aftrap van het seizoen. En dat ging toen al erg goed. Ik was heel blij met mijn tweede plek achter Daphne. Maar je weet dat Daphne van den Brand ook ontzettend gebrand is op die wereldtitel natuurlijk, de laatste seizoen. En dan kan dat een mooie strijd op gaan leveren.